Welkom bij Flie TV aflevering 171. Er zijn van die auto's die tijdloos zijn, die ontsnappen aan de greep van de tijd. Oui, il a tout vu, tout connu, l'émergence du mouvement hippie et de la culture surf, le début des vacances en famille, des road trips et de la fameuse van life. 70 ans après son lancement, le bon vieux bus VW continue de nous faire voyager. Naar aanleiding van de lancering van zijn zevende generatie kijken we in dit programma naar de geschiedenis van deze emblematische auto. Vanuit de galerie van Dieteren, die sinds 1948 Volkswagen in België importeert. De legende van de Volkswagen combi start eind jaren 40. Te beginnen met een schets in een notitieboekje door een zekere Ben Pom, een Nederlandse zakenman en Volkswagens eerste distributeur buiten Duitsland. Oui, son idée séduit tout de suite le patron de la marque allemande qui fait assembler un premier prototype avec un moteur boxer à l'arrière, celui de la coccinelle, une banquette à l'avant, presque collée au pare-brise et beaucoup d'espace entre les deux, une sorte de fourgon miniature taillé pour les besoins de l'Allemagne en reconstruction. De Bully was geboren. Eén jaar na de lancering van de gesloten bestelwagen presenteert Volkswagen een minibusversie, de Sambabus, met zijn 23 ramen en zijn beroemde tweedelige voorruit voor de eerste generatie modellen, genaamd Split. Très vite, ce combi va entrer dans la légende et deviendra même le symbole d'une certaine cool attitude, le symbole de la liberté. Après le Split, une nouvelle génération de combis voit le jour en 1967, le B-Window, surnommé ainsi pour son pare-brise intégral. Véritable icône de la période Flower Power, cette nouvelle génération de combis est à la fois plus sûre, plus grande, plus aboutie techniquement. Maar de grote révolution vond pas 12 jaar later plaats in 1979 met de T3. Een meer hoekig voertuig dat zijn achterste mechaniek behield, maar een deel van het geluid verloor dat toch zo typerend is voor zijn viercilinder platte motor. C'est aussi sous l'ère T3 que sont proposées les premières versions diesel ainsi que les premières variantes à 4 roues motrices, les fameuses versions synchro. Le T3 marque aussi les débuts de deux appellations mythiques, multivan, le monospace, et puis California, le camping-car, toujours aménagé en collaboration avec Westfalia. Au début des années 90, le bus Volkswagen connaît une nouvelle révolution avec le lancement du T4, ses phares rectangulaires, ses deux longueurs d'empattement et surtout son moteur à l'avant. Une mécanique en ligne qui remplace le 4 cylindres à plat et qui entraîne pour la première fois les roues avant. Le T5 fera de même dès 2003, suivi du T6 dès 2015. De verandering van achterwielaandrijving naar voorwielaandrijving is een kleine revolutie met winst aan ruimte, waarvan de multivan-versies profiteren met tafeltjes en individuele stoelen. En als primeur mochten wij de nieuwste generatie testen. Het is al jaren een trend. Weinig automerken brengen nog grote modelvolumes uit. Ja, en dit is de uitzondering die de regel bevestigt. De Volkswagen Multivan, zevende generatie. Alweer een evolutie met een parfum van revolutie. Hiervoor ontkent een nieuwe Multivan zijn oorsprong als bestelwagen. Want hij krijgt als basis het MQB-platform. Die van de auto's van de groep met een dwarsgeplaatste motor. Doordat hij lichter en stijf is, is hij iets minder hoog. Genoeg om ook in de ondergrondse parkeergarages te rijden. Ja, en de rijstijl is minder vrachtwagenachtig door een lager en omhullende stoel en een meer verticaal stuur. Vlak voor de bestuurder vinden we een 100% digitaal dashboard met high-tech apparatuur. Inductielader voor smartphone, draadloze Apple CarPlay, head-up display en Harman Kardon audiosysteem. Dit raffinement is nog opvallender met deze e-hybrid versie. Een plug-in hybride die alleen op zijn elektromotor kan draaien. Zonder lawaai, zonder trillingen en dit over bijna 50 kilometer. Het model is ook goedgekeurd onder 50 gram CO2 per kilometer en dus 100% aftrekbaar met een voordeel van alle aard vanaf €149 per maand. Maar het model distancieert zich echt van grote SUV's door zijn modulariteit.
Er zijn nu schuifdeuren achter, links en rechts. 7 stoelen of, zoals hier, 6 onafhankelijke stoelen. Verschuifbaar, roterend en zelfs volledig uittrekbaar. En de laadruimte is goed voor een record van ruim 3 kubieke meter. En dan heb je ook de middenconsole die over de hele lengte kan schuiven met de bijhorende tafeltjes en opbergruimte. Een andere nieuwigheid is de nieuwe Fleet Manager bij Volkswagen Commercial Vehicles. Hallo Dormus. Dag Katja. De fleetactiviteiten bij Volkswagen Commercial Vehicles overnemen in een periode van grote veranderingen is een zware zet, nietwaar? We worden inderdaad geconfronteerd met de gevolgen van de klimaatveranderingen, de oorlog in Oekraïne, COVID, waardoor we enorme uitdagingen voor ons hebben. Nu, zolang we deze als uitdagingen blijven zien en minder als problemen, denk ik dat we daar sterker gaan uitkomen als ervoor. En wat zijn jullie prioriteiten de komende maanden? Wel, met Volkswagen, bedrijfswagens, gaan we ons focussen op 2 aksen. De eerste is specialisatie van ons netwerk. De bedoeling gaat zijn om binnen de fleetcel van elke market area, zoals wij dat noemen, om daar ook een exclusieve utilitaire verkopers kunnen integreren. Een tweede as is het garanderen van de mobiliteit. U moet weten, Katja, dat downtime voor de vloot van een fleetmanager de ergste nachtmerrie is, omdat zij gehouden zijn aan deadlines en daaraan gelinkt boetes. Vandaar dat wij in samenwerking met onze leasingpartners gaan proberen om mobiliteitsoplossingen te zoeken om die downtime te minimaliseren. Sinds de lancering van de eerste combi zijn er meer dan 13 miljoen van de band gerold. Alle versies samen. Bestelwagen, pick-up, minivan, camper of minibus. Oui. Et l'aventure ne s'arrête pas là, puisqu'à l'avenir, la gamme combi s'élargira encore pour reposer sur 3 piliers. Multivan, le monospace donc, le transporteur 6.1, en ce compris le Caravelle et le California, le camping car donc, et puis la gamme ID Buzz 100% électrique déclinée en version lifestyle mais aussi en version cargo, deux modèles que nous étions parmi les premiers à découvrir récemment sur le sol belge. Tot de volgende. À bientôt.